Je hebt niet de kracht om wel behoorlijk van die topcirkel in die goal te slaan. 13 november. En dan ook nog verder. Die 1-3 en MHCD tegen Waalwijk. Als je de training laat slaan, dan lukt het allemaal wel. Maar op het moment dat je ze dus onder druk hier moet laten slaan, dan zijn er maar 1 of 2 spelers die een behoorlijke slag hebben hoor. Dan valt het echt tegen. Ja, van tegenstander. Ja. Die jongen die draait gewoon. Kom door, geef af, kom op. Geef door. Ja, er moet nu een mannetje gewoon hier op de hoek staan en die naar binnen kan lopen. En met die bal diagonaal doorgaat. Laat hem hier op de plaats staan. Ik ben straks boven, ja? Hij is niet buiten de cirkel geweest. Nu mag hij even slagen door het doel. Ik denk dat ik hem in ben. Hou, stik slaan. Job, hier achter je! Job! Hallo! Wie staat er links? Job! Hou die draaiboot. Nee. Dat zou ik leuk vinden als ik dat nou eens kon zien. Yes, bouwen! Meelopen! Man op zoeken, nu! Waar is je man? Oké! Daarbij dan! Daarbij! Door! En als dat een blij is geweest, als je in Duitsland fluit, moet je op andere dingen rekening houden. Ah. Helaas, 1-0 voor Waalwijk. Gelukkig stelt de keeper. Jij. Je moet doorgaan, hè? Je moet tegen die man aanlopen. Kijk, die uitbouw, dat is veel groter. Dat zijn allemaal ouder. Mm-hmm. Ja. Door! Uittrappen, hè? Nou, dat is je wel goed. Goeie safe. Ja, Dirk. Oh, Dirk. Of niet af. Niet af. Ja, dat zijn die jongens die fysiek te bouwen. Dat is niet als links buiten. En niet als een duurtje. Ja! Niet
Zijkanten aan zo'n jongens. Ja, wacht hoor. Wacht. Oh, Giel. Dramatisch. Kijk al! Dramatisch. Goed zo! Spelen die bal, spelen. Zeg jongens, kom op mij! Hier is goed. Dit is ook beter maken wat van. Dit is een strafcorner. Ja. Pas! Dertien. Ja. Ja, knal hem. Jammer Max! Thank you.